Het is maandag 22 juli. Dit is Drenthe Nu met vanavond. Kleptokat Lotje, nog steeds actief. Bioloog onderzoekt dit soort roofgedrag. Grensverleggende activiteit op grote hoogte voor 10 jaar militairen. En tuin vol wilde planten is het levenswerk van Jan en Ien. Nou, het was vandaag zo'n 21 graden. Hier en daar trokken stapelwolken over, maar de zon liet zich ook volop zien. En dat is mooi te zien op deze foto die Frens maakte in het Vochteloerveen. Nou, wat morgen ook weer wordt om erop uit te trekken, dat horen we zo van Remco. Goedenavond. Leidsbioloog Auke Florian Hiemstra gaat onderzoek doen naar zogenoemde kleptokatten. Eén daarvan is Lotje uit Assen, die graag van alles verzamelt. Dit zijn unieke beelden van een onverbeterlijke dief. Lotje uit Assen steelt allerlei spullen en brengt ze terug naar haar baasje. De vraag is alleen waarom. Het is wel bijzonder. Het is een dankbaarheidsbetoon. Ze is ook heel trots. Net zo trots als een andere kat die je muis komt brengen. Alleen daar mag je niet aankomen, hè? Dan gaan ze grommen. Maar zij niet. Hoewel het gedrag van Lotje heel bijzonder is, staat ze niet alleen. Wereldwijd komt het vaker voor dat katten spullen stelen en ook weer terugbrengen. Deze wetenschapper uit Leiden is zo gefascineerd door dit gedrag dat hij er een onderzoek naar gaat uitvoeren. Het is een heel interessant fenomeen dat eigenlijk overal ter wereld katten ditzelfde gedrag vertonen, maar dat we eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten waarom ze dat doen. Hiemstra hoopt meer voorbeelden van kleptomane katten tegen te komen. En mochten heel veel andere mensen gemelden met ook zo'n kat, dan zou er misschien wel potentie in zitten voor een spannend wetenschappelijk onderzoek. Ook omdat ik die vraag, waarom doet zo'n beest dat? Dat zou ik graag willen beantwoorden. Dat lijkt me heel spannend. Je zei al vooraf dat je zelf ook een kat hebt. Sjaak, vertoont hij ook kleptocratisch gedrag? Nou, Sjaak is een binnenkat. Dus alles wat hij steelt, dat is toch van mij. Dat blijft binnen. Oké, maar je kunt wel eens iets kwijt zijn zo nu en dan. Ik ben af en toe dingen kwijt. En ik ga nu het zegt, moet ik vaker op Sjaak gaan letten. In Assen wachten Lotje en Brunilde de resultaten af. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Maar ik denk dat het niet veel meer is dan dat zij dit nou één keer leuk vindt. Nou, nog een dikke maand en dan zit het erop. Het eerste 10 jaar van Defensie. Bedoeld om meer militairen het leger in te krijgen en zo de personeelstekorten tegen te gaan. Op de kazerne in Havelte spreken ze van een succesvolle proef. 11 van de 12 militairen blijven bij Defensie. Wie denkt dat na een vol 10 jaar de militairen rustig aan kunnen doen richting het einde, heeft het mis. Vandaag gaan we bezig met upsiden vanaf 80 meter, dus het is weer iets extra. Het decor van deze speciale oefening is de tv-toren in Hogersmilde. Eigenlijk is dit echt een activiteit die sowieso binnen Defensie vaker wordt gedaan met alle militairen. En dat heeft echt een stukje te maken met het overwinnen van bepaalde angsten die je kunt hebben. En een stukje morele grensverlegging, wat ik al zei. We hebben zelf al een keer de klimtoren gehad bij ons op de kazerne. Die is volgens mij 25 meter ongeveer. Ja, en 80 meter is toch een stukje hoger. De 12 10-jaar militairen die afgelopen maanden gestationeerd in Havelte zaten, zijn onderdeel van een groep van in totaal 125 jongeren in heel Nederland die zich aanmelden voor het eerste 10-jaar. Vorig jaar in september zijn ze begonnen met de basisopleiding voor een landmachtmilitair, bij de Koninklijke Landmacht dus. In Ermelo hebben ze die opleiding gedaan. De ruim 100 10-jaar militairen verspreiden zich daarna over verschillende kazernes in Nederland. En daarna zijn we een beetje een half jaar ingegaan waar we deels oriëntatiemogelijkheden kregen om ons binnen het bedrijf te oriënteren over waar we hierna naartoe wilden. En deels ook gewoon stafwachttaken oppakten dat het peloton is waar wij onder vallen, zeg maar. Dus ondersteunen bij oefeningen. En nu het ten einde komt, kijken zowel de kazerne als de 10-jaar militairen tevreden terug. Wat maakt dit anders dan je gewoon aanmelden bij Defensie? Je zit natuurlijk niet meteen vast aan meerdere jaren op één functie. En ik denk dat je ook wel echt wel meer oriëntatiemogelijkheden hier hebt. Omdat je gewoon bij plekken komt waar mensen denken, oh, misschien als we hem nu heel erg mooi beeld laten zien, dan blijft hij wel hier hangen. Het voordeel van een 10-jaar is dus dat je een jaar aan een contract vastzit. En als het niks voor je is, kan je makkelijker uit. En dat is voor veel mensen wat minder hoge drempel, zeg maar, om te solliciteren. De volgende lichting voor het 10-jaar staat klaar om te beginnen. Als het aan Defensie ligt, gaat het programma nog jaren door. Het centrum van Emmen stroomde gisteren vol met excentriekelingen tijdens de 28e editie van het Cellavi Festival. Op bijna iedere hoek van de straat was een kleine theatervoorstelling aan de gang. En 's avonds ging het feestje door met optredens van allerlei artiesten. Nieuw dit jaar was het podium Liefdescircus.
De 23-jarige Assenaar Axel van der Tuuk heeft de 56e editie van Rondom de Bult van Uskurts op zijn naam geschreven. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Het is echt, zeker de manier waarop is gewoon fantastisch natuurlijk. Dus uiteindelijk moeten wij het doen, de renners. Weet je, wij moeten komen opdagen en wij moeten het gewoon koesteren dat we deze cultuur hier in het noorden hebben. Nou, het gaat goed met de Drentse oehoes. Er zijn dit jaar 8 territoria vastgesteld en 5 nesten gevonden. Er zijn in ieder geval 7 jongen groot geworden. De oehoes zitten verspreid over de hele provincie. Alleen in het noorden zijn ze nog niet gesetteld. Nou, dan spoiler alert. Zet nu even je geluid uit als je de laatste aflevering van Wie is de Mol nog niet gezien hebt. Nou, want Assenaar Simone Hof deed mee met het spelprogramma en viel vlak voor het einde af. En ik heb gewoon belachelijk genoten en ik heb het echt, echt fantastisch gehad. En ik hoop ook dat dat het gevoel is wat bij je achterblijft. Dat blijft zeker achter. Ik vond je een geweldige kandidaat. Dankjewel voor het avontuur, Simone. Dankjewel. En dan gaan we naar Eelde, want die plaats is omgetoverd tot Timmerdorp. Kinderen van groepen 3 tot en met 8 kunnen hier 3 dagen lang hutten bouwen, buiten spelen, knutselen en nog veel meer. En er is 1 regel. Kinderen maken alles zelf, dus ouders zijn niet welkom. Woensdagmiddag dan kunnen alle ouders en andere belangstellenden komen kijken wat de kinderen allemaal voor moois hebben gebouwd. Want er staan echt de mooiste bouwsels tussen. Niet alleen maar hutten, maar ook piratenschepen, maanlanders. Je kunt het zo gek niet bedenken wat kinderen allemaal van alles kunnen. Ja. Ja, het is echt heel mooi. Ik dacht dat het allemaal hoesjes waren, maar dat is dus niet. Nee, er zijn er echt bijen die hun creativiteit enorm de vrije loop laten gaan. In de serie Groen Geluk nemen je deze week mee op een inspirerende reis naar opmerkelijke tuinen en hun toegewijde tuinders. We starten vandaag in Vledder bij 2 natuurliefhebbers die volop genieten van hun gevarieerde tuin. Die orchideeën zijn... zie je erin zitten? Dit zijn Jan en Ien. Oh ja, de zonnedauw. Samen wonen ze al ruim 45 jaar in Vledder. En in die 45 jaar hebben ze van hun tuin hun levenswerk gemaakt, waar alles in harmonie met elkaar groeit en bloeit. Nou, ik wilde niet een aangelegde keurige tuin. Ik vind wilde planten gewoon interessanter. Ik heb het zenengroen die uitgebloeid is. 10 jaar geleden kreeg Jan op zijn 81ste een hartinfarct. Daardoor lukt het hem niet meer om de tuin goed bij te houden. Men denkt dat het ouders wildernis, hoef je niks aan te doen. Nou, vergeet het maar. Want nu, omdat ik niks meer kan, zie ik het ook heel erg. En Ien doet de uiterste best, maar die kan ook niet alles. Toch ligt de natuurtuin van Jan en Ien er nog steeds schitterend bij en genieten ze er beide nog volop van. Zo ook van het vennetje dat ze zelf met de hand hebben uitgegraven. Oh, kijk, daar hebben we de eerste juffer. Een watersnuffel, geloof ik. Nog één. Zie? Blauwe juffertjes. Heel veel kikkers. Wat heel interessant is in deze tuin, dat is de relatie tussen planten en insecten. Ja, er is 1 kever, daar zijn we eigenlijk een beetje verliefd op. Dat is de penseelkever. Je moet goed kijken. Als je hem niet weet, als je hem niet kent, dan zie je hem heel moeilijk. Maar als je hem eenmaal ziet, dan moet je blijven kijken, want hij vliegt ook wel weg. Dit noemen we het orchideeënwijdje. Dat is spontaan ontstaan. Uit gewoon gemaaid gazon. Heel veel wat hier gezaaid wordt, doet het zelf. Ga ik niet meer aan zitten. Zij willen daar staan, dan mogen ze daar staan. Maar de trots van de tuin staat aan de rand. De jeneverbessen. Mannetjes zowel als vrouwtjes. En het bijzondere is dat ze zich hier zelf uitzaaien, wat ze in de natuur steeds moeilijker doen. Hoe meer variatie in planten en ook veel bloeiende planten, des te meer beestjes uiteraard. En van die beestjes leven weer padden, vogels, dassen, noem maar op. De hele rest hangt daaraan vast. Dus eigenlijk is het de basis die we nastreven. Om een rijker milieu te krijgen.
Wij hebben al heel wat regen gehad, maar niet vandaag. Niet hier in Gwol op het Harry Muskeepad. Maar droog blijft niet de komende dagen. Het is een beetje slof. Ja, lang mooi blijft niet. Vanavond neemt de bewolking weer toe en er kan een bui vallen. Het kwik zakt uiteindelijk tot een graad of 16. En morgen kan het regenpak weer met. Er valt een paar pittige buien, mogelijk met onweer. In de middag wordt dan weer droog bij zo'n 20, 21 graden. En dan kijken we even wat wieder vooruit. Woensdag en ook donderdag blijft droog en de zon laat zich al meer zien. De temperatuur kan wel oplopen tot een graad of 24. Op vrijdag keert de buien dan weer om en dan wordt nog zo'n 20, 21 graden. We moeten maar doen, tot aan de maal. En tot zover deze uitzending van Drenthe Nu. Meer nieuws is natuurlijk te vinden via rtvdrenthe.nl of in onze app. En dan lees je nu dat vakanties in eigen land flink duurder dreigen te worden. De toerismesector trekt aan de bel in Den Haag. Voor nu een fijne avond gewenst en graag tot morgen.